Jongens, ik weet waarom ik zo'n noob ben in deze oude Mario games. De knoppen zijn veranderd. Normaal gesproken ren je met deze en spring je met deze. Maar nu is het zo dat je dus rent met deze en met deze springt. En ik heb vroeger zoveel Mario gespeeld dat mijn brein dat niet meer kan verwerken. Maar we gaan het toch proberen in Super Mario Bros. 3. Let's go. We beginnen met 4 levens. Huh? Dat is nieuw. Je begint toch altijd met 3 levens? Nou, anyways, let's go. Hoppakee. Ik ga wel dit even rustig aan doen. Want ik wil even rustig aan. Ja, hoppakee. Paddenstoeltje, pakkee. Want ja, mijn hersenen kunnen dat gewoon niet meer aan. Ik ben te oud. Ik kan er niks aan doen, jongens. Rikachu is te oud voor deze games. Mijn brein kan het niet meer verwerken dat het vroeger anders was dan dat het nu is. Maar ja, oké. Hier hebben we in ieder geval ons veertje. Dan kunnen we vliegen. Dat is wel leuk. In deze Mario game kom je voor het eerst vliegen. Dat was echt super tof. Maar we gaan niet vliegen. Of we gaan wel vliegen. Ik weet het niet. Nee, we gaan niet vliegen. Want we zijn hier al aan het einde van het level. En de bedoeling is eigenlijk dat we in elk level een ster pakken aan het einde. Want als je dan 3 sterren hebt, dan krijg je de meeste levens erbij. Nou kan je ook gewoon weer skippen. Level skippen. Je moet daarvoor fluitjes hebben. En dat kan nog niet in dit level. Maar in het volgende level kunnen we wel een fluitje zien te vinden. Dus dat gaan we maar eens even doen. Nadat we dit level hebben gehaald. Ja, de oorspronkelijke challenge was dus van... hoe ver kan jij komen in 15 minuten, Mario? Ik denk dat we een beetje moeten stoppen met... hoe ver kan jij komen in 15 minuten, Mario? Het is maar gewoon... kan jij 15 minuten Mario overleven... op het moment dat je gaat skippen in je levels? Laten we even deze pakken, want ik wist... Of we pakken hem niet, omdat die ster gewoon lekker de andere kant op gaat. Dat kan natuurlijk ook, hè? Leuk, man. Het gaat echt fantastisch, deze Mario games. Hoppakee. We hebben in ieder geval wel de tweede ster. Dat is nice. In het volgende level kan je je eerste fluitje halen. En dat gaan we ook gewoon proberen. Let's go. Hopelijk gaat dit allemaal een beetje goed. Hopelijk krijgen we ook weer even een power-upie lekker erbij. Nou weet ik dat hier ook wat zat. En daarmee kon je zo, hoppakee, naar boven. Nou, weet je wat? We gaan gewoon niet naar boven. We gaan het gewoon niet doen. We gaan gewoon lekker hier naartoe. We gaan gewoon lekker onderlangs. Zo, hoppakee. Want dan kunnen we hier even deze pakken. Nice. Ja, top. Gaan we door. Door. Tot het plekje waar we inderdaad naartoe moeten. En dat is hier. Je moet gewoon deze even weghalen. Dan druk je pijltje naar beneden. Dan wacht je een paar seconden. En dan hoppakee. Bam, dan zit je opeens aan de achterkant van het level. Ja, waarom ook niet? Het kan gewoon. En dan kom je hier bij Toad en die geef je je eerste fluitje. En die heb je dus nodig om levels te gaan skippen. Het volgende fluitje zit verstopt in dit level. Dus laten we dit maar eens even gaan pakken. Ik ga het wel een klein beetje rustig aan doen. Want nogmaals, mijn brein snapt het anders niet meer. Let's go. Hier naartoe. Ja, top. Top. Hier naartoe. Ja, het zijn wel kleine levels trouwens. Ja, ja. Oh my gosh, we hebben geluk. Want hier zit nog een veertje in en die hebben we ook nodig. Het ding is, je moet deze moet je even kapot maken. Dan moet je er dus voor zorgen dat je niet hierin gaat. Wat dus wel heel snel zou kunnen gebeuren. Maar je moet hier naartoe vliegen. Hier naar boven vliegen. En als je hoog genoeg vliegt, dan ga je hier naartoe. Ja, en dan druk je pijltje omhoog. En hoppakee. Volgende schat. En dat is nog een fluitje. Lekker. Oké, nou weet ik niet precies of dit goed gaat. Maar je kan dus nu een fluitje gebruiken. En die neemt je mee naar de volgende wereld. En dan heb ik dus gezien dat als je nog een fluitje gebruikt... dat je dus in één keer naar wereld 8 gebracht kan worden. Maar is dat wel zo? Dat is inderdaad zo. We zitten in wereld 8 binnen een paar minuten. En nou hopen dat dit goed gaat. Ik moet je wel zeggen, Mario 3 is denk ik wel de Mario die ik uiteindelijk het meest heb gespeeld vroeger. Mario 2 die hadden we niet. Mario 1 vond ik leuk, maar Mario 3 vond ik nog leuker. En je ziet het, dit is wel echt een compleet ander niveau dan de eerste 2 levels. Hoppakee. Nou, dit gaat op zich nog wel aardig nu. We moeten een beetje... Oh, nee. Oh, nee. Dat moet je ook nooit zeggen. Je moet nooit zeggen dat het goed gaat, want dan gaat het gelijk fout. We kunnen precies op deze plek staan om allebei die kanonnen te stoppen. Ja, top. Lekker. Nice. Spring op zijn bakkes. Toppie. Dus kunnen we door? We kunnen door. Ja, lekker. Lekker. Super. Is dit het einde van het level? Is dit het einde van... Oh, ik word te overmoedig. Dit is denk ik wel het einde van het level. Oh, wacht even. Wacht even. Dit is helemaal niet het einde van het level. Dit is het einde van het level. Ja, nice. Hier ligt niet iets, hè. Hier is niet nog een power-up. Nee, jammer. Hier is niet nog een power-up. Oké, we moeten deze guy ook nog zien te verslaan. We hebben hem. Lekker. Oké, dan. Woe. Ster en het level gehaald. Wat gebeurt er als we hierin gaan? Kunnen we dat andere level skippen? Ik denk het niet. Ik denk dat we dan... Waar komen we nu? Nee, kijk, hier hebben we inderdaad een slot. We hebben eerst een sleutel nodig. En die moeten we hier gaan halen. Oh, dit gaat sowieso fout. Dit gaat sowieso fout. Ik heb die power-up daar nodig, jongens. Let's go. We gaan die power-up wel pakken. Of niet.
Ik heb die power-up gewoon nodig. Ik moet gewoon één keer geraakt kunnen worden. Go, 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 go. Go, go, go. Ja, zoveel... Nee! Oké, ik denk dat ik die power-up niet nodig heb. Ik heb nog maar 2 levens. Hoe moeilijk kan het zijn, hè? Om gewoon even zo'n power-up te moeten pakken. Dit is toch ongelooflijk? Laten we die power-up dan maar even niet doen. Hè? Laten we het maar gewoon niet doen. We gaan gewoon door. Zo, hoppakee. Deze kant op. Enemietjes lopen. Deze blijven trouwens terugkomen. Deze zijn vervelend. Oh, wacht even. Hier is water onder. Hoe gaan we dit doen? Gewoon zo springen? Ja, ik denk het. We gaan gewoon zo springen. Top, 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 top. Deze kanonskogels ontwijken. Oh, ik kreeg bijna die andere kanonskogel op mijn bakkes. Deze enemy slopen. Zit hier een power-up? Nee, helaas. Dan moeten we hem slopen. Ja, dan gaan we nu door. Dan gaan we een andere proberen te slopen, dacht ik. Maar we kunnen het ook zonder te slopen doen. Laten we deze in ieder geval wel even nakken. Nog een keer. Of niet? Kan ik hier uitkomen? Ik weet het niet. Ja, ik kan hier uitkomen, maar nee! Nee! Ik zeg het je, jongens. De Mario games waren vroeger echt veel moeilijker. Ik heb jullie in ieder geval weer laten zien hoe je heel snel zo bij deze levels komt. Ik bedoel, dat is ook wat waar, toch? Waarom doe ik mezelf dit aan? Dit was toch hartstikke moeilijk, joh. Oké, die is weg. Deze is weg. En deze is ook weg. Top, die gaan we nog een keer weghalen. Nice. Nog een keer weghalen lukt niet. Lekkere timing. Top. Oké, dan kunnen we nu hier naartoe. Oh ja, dat was hier. Ja, ja, lekker. Daar waren we net even lekker belazen. Oké, dit begint nu iets beter te gaan. Laten we maar gelijk hier naartoe springen. Oké, gaan we dit level halen? Ik ben in ieder geval al bezig met mijn laatste leven, dus ik ga het hopen. Ja. Ja, kijk. Nice. We hebben hem nog niet gehaald, maar we zijn wel bij deze buis aangekomen. Kijk, hier is weer een... Oeh, dat ging echt maar net goed. Oh my gosh, hij begint te springen. Spring gelijk op zijn hoofd. Spring gelijk op zijn... Ja, lekker! We halen dit level. Nice! Lekker! Woo! Dan kunnen we door deze pijp. Toppie. Wat was dit ook alweer? Wat was dit ook alweer? Oké, laten we rennen. Ja, nice. Top. Zitten er nog meer... Oh, er zitten nog veel meer enemies. Ja. Ja. Nou, dan... Dit is denk ik einde verhaal. Oh, ik heb nog 1 leven. Zal ik mijn ster gaan gebruiken? We gaan de ster gebruiken. We kunnen gewoon in 1 keer doorrennen. Dat is wel lekker. Dat moet je hebben hier. Dat moet je zeker hebben hier. Hoe kom ik überhaupt hierboven? Ik kom zo hierboven. En door, en door. En in de buis. Lekker. Kistje. Lekker. Blaadje. Power up. Nice. Ja, ik denk jongens. Ik denk dat dit bijna het einde is. Ik denk dat ik dit allemaal niet ga overleven. Dus ik... Oh, wacht even. We kunnen gewoon door. Oh, wow, 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 wow. Kan je alsjeblieft nog een klein beetje sneller gaan level? Jemig. Waarom ga je zo snel? Doe eens rustig. Rustig, 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 rustig. Ik vraag je met heel veel liefde of je dit misschien rustig wil doen. Ja, kijk, dit dacht ik al dus al. Ik ben mijn power-up kwijt. En ik ben nog een power-up kwijt. En ik kan niet springen. Ik kan niet springen. Einde verhaal. Verkeerde knop. Mijn oude brein kon het weer dus niet verwerken. In ieder geval, zo kom je snel aan het einde van Super Mario 1. Dat heb je 2 video's geleden kunnen zien. En het einde van Super Mario 3. En dat zag je in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En dan gaan we heel snel verder. Want het is bijna tijd voor de 3D Mario collectie. Ik hoop dat dat iets beter gaat. Wil je mijn live stream game? Volg me op twitch.tv/RickardTube. En vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Want dan mis je geen enkele video. Zet het belletje aan. Duimpje omhoog. En dan zie ik je later. Mazzel.